zaterdag opende burgemeesterschuiling school 7. Via live-verbinding was in een verderop gelegen zaal te zien hoe hij samen met twee kinderen via een pianotrap de bibliotheek opende. Naast de vele nieuwe snufjes was er in en om de nieuwe bibliotheek veel vermaak. Wij gaan de opening doen. Wat zullen we gaan doen voor opening? Zullen we een beetje op de trap lopen? Is goed. Maar het is wel een beetje stil nog, hè? Ja. Eigenlijk zou het wel mooi zijn als er ook wat muziek is. Dus misschien als de mensen in de zaal een beetje muziek gaan maken, dan gaan wij gewoon over de trap lopen. Ja. Gaan jullie die kant op? Ja. En niet deze kant? Heel voorzichtig, hè? Het is een nieuwe trap. Wat gebeurt daar? Geopend. Nog een keer, de bibliotheek is nu geopend. Mooi. Hartelijk welkom, fijn dat jullie er zijn. En ja, het ziet er ook prachtig uit, dus geniet ervan. Ik zou, voordat je natuurlijk het feest eruit ingaat, neem even een minuut voor jezelf. Kom even onder mijn rok. Het is warm, donker en stil. Dan kan je even tot jezelf komen. Ja. Als je denkt, ik ben zover, dan loop je gewoon door en dan ga je linksaf. Hè? Ja, kom even tot de rug. Ja. Nou, veel plezier vanmiddag. De officiële opening is geweest en die is verricht door burgemeester Koen Schuiling. Die staat nu bij me. Nou, u heeft het op een hele speciale manier geopend. Hè? Hoe ging dat? Ik heb het geopend samen met Brecht en Karst. En wij moesten een trap op. En die trap, dat was eigenlijk de verbinding. En tot onze grote verrassing kwam daar muziek uit. Dus we hebben eerst nog maar eens gekeken of het echt uit die trap kwam. Nog eens een keer weer erop. En toen gezegd, dan is het nu geopend. Het was ook voor u een verrassing, zoals het ging. Natuurlijk was het een verrassing. Het is maar het is wel een heel bijzonder iets. En het zit in de jeugdhoek. En dat maakt natuurlijk voor kleine kinderen ook weer extra leuk om hier naartoe te gaan. Heel spannend. Ik vind het een prachtig gebouw geworden. De school 7 is natuurlijk voor heel veel mensen in Den Helder een heel bijzonder gebouw. Maar dat is een school eigenlijk altijd. En als je dan kijkt welke opgave hier gerealiseerd is, dan wordt terecht gezegd van ja, we hebben hier oud en nieuw verbonden. We zitten hier voor een oude foto. Een foto van meer dan 100 jaar oud van de bouw van school 7. Het is uniek dat deze foto zo groot opgeblazen is en nu dient als achterkant van een enorme kast waar iedereen kan zien hoe dit gebouw gebouwd is. Het is als school gebouwd, school 7. De kweekschool heeft er nog een tijdje in gezeten en toen kwam het gebouw leeg te staan. Op een gegeven moment is het gekraakt, ergens in de jaren 70. Kunstenaars zijn er gaan wonen. Het filmhuis is hier terechtgekomen. Daarom, omdat de wortels hier liggen, heet het ook Cinema Zevenscoop. Ook weer die zeven. Tot het gebouw eigenlijk zo enorm verpauperde en er was zoveel achterstallig onderhoud dat het ook gevaarlijk was om er nog in te verblijven. Toen heeft het heel lang leeg gestaan en Woningstichting heeft het gebouw aangekocht en verbouwd tot nieuwe bibliotheek. We hebben een oud gebouw en met een nieuwe vleugel eraan vastgebouwd. En bij een oud gebouw zou je denken van daar zijn allerlei hele traditionele dingen, maar niks is minder waar. We zijn heel erg 2 en misschien wel 3.0. We kunnen helemaal de toekomst aan met al onze nieuwste snufjes die wij geïntroduceerd hebben. En ik heb nu al gemerkt dat met name kinderen op de jeugdafdeling zijn
helemaal weg van een trap. Die hebben ze ontdekt en daar blijven ze op lopen. Het zijn nu pianoklanken, maar ik geloof dat we er ook vogeltjes uit kunnen halen. Vogeltjes, weer, we kunnen er van alles mee doen. En we hopen gewoon heel erg dat alle kinderen uit Den Helder de trap gaan ontdekken en tegen elkaar zeggen, ben je al in de Biep geweest? Heb je al op de trap gelopen? Dat zou natuurlijk super gaaf zijn. We hebben de gewone poster vervangen door een beeldscherm in een prachtige omlijsting op dit expositiemeubel. En daar zijn er twee van in school 7. En hier kunnen dus door middel van bewegende beelden thema's uitgelicht worden, extra onder de aandacht gebracht worden. En hier achter me ziet u drie schermen die samen een groot scherm vormen. En daar kan de bibliotheek allerlei soorten content, inhoud, video's, foto's, gedichten, allerlei informatie kan daarop. Kopgroep bibliotheken en ook de andere gebruikers van het gebouw hebben nu de mogelijkheid om evenementen die voorheen niet goed uitgelicht konden worden, om die nu echt goed voor het voetlicht te brengen. Dat is een hele mooie toepassing van de digitectuur in school 7. We hebben een selectie gemaakt uit hele mooie klassieke retro televisies. En die retro televisies hebben we omgebouwd naar een hele moderne variant met hele mooie beeldschermen daarin. En jullie zien achter mij een mooi voorbeeld van de wereld spanning, waar spannende beelden gecombineerd worden tot een eigenlijk een verrijking van een gewone themawereld.